Het voelt aan als een goede zone. Ik vis gelijk een stuk scherper nu. Ja! Ja, vis. Ja. Wel, ja. Meter. Dat is een goede vis, hoor. Ik ga de grote schep uitpakken, hoor. Mooie aanbeving, man. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zijn er weer. Het is vandaag de 1e juni. We gaan eigenlijk beginnen met op het ondiepe te vissen. Ik heb voor de gelegenheid Kevin Hoppenbrouwers meegebracht. Als die gaat ze vandaag allemaal vangen. Ik ga de uitleg doen. Kevin is lid van onze Westin team. Kevin doet ook een hele goede job op social media, dus je kan zijn social media kijken voor tips en tricks ook. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. We gaan zien. Ik denk dat het moet kunnen. Jij begint met die? Ja, ik begin met de drop-bite. Oké, dat is goed. 22 gram. Ik doe er een shatterbeetje op, met een curldeel. Shatterbeetje, bulti is curldeel, drop. Ik heb er een stuk op staan van een 60-70 centimeter fluocarbon. En die is 80-honderdste. Die 80-honderdste op een zachte hengel is dik genoeg. Vis ik met groot kunstaas, met een stugge hengel, dan pak ik 1 mm. Maar met klein kunstaas en een zachte hengel vind ik 80-honderdste perfect. Nog nooit problemen mee gehad. Zo, eerste worp. Ik begin met de dropbite. Deze is 22 gram. We hebben hem ook in 17 gram. Ik kan hem heel agressief vissen, duwt heel veel water weg. Dus ik ben eens benieuwd. Nu met het kleine spel thuis en je kan makkelijk door de plantjes doorvissen, kan je hem heel agressief binnentrekken. Dus ik hoop dat dat wat oplevert vandaag. Dus ik hoop op baars, snoekbaars. Alles kan op dondieptes nu momenteel, dus we gaan het zien. Ik ga de boot wel laten drijven naar de kant, omdat ik hoop dat daar iets ondieper, niet ondieper, maar gelderder gaat zijn. Het is hier echt meer troebel dan ik dacht, dus ik laat de boot echt een heel stuk naar de kant drijven. Hopelijk is daar iets helderder. Ik verwacht de vis heel ondiep met het bruine water. Ja, ik kan hem altijd wel mooi tussen de planten doorkrijgen. Dus. Ja, hè? Als je hier een maand later zet. Jawel, met 2-3 weken verder is dat niet meer, hoor. Nee, ik kan hier niet meer vissen. Ik denk dat het laag water is aan de waterstand te zien op het moment. Dat kan ik zo zien op de Navionics. Volgens mij was het om 9:45 laag water, ja. Er ging vis mee opkomend. De temperatuur is ideaal, de watertemperatuur is 17 graden en wat ik meestal merk is vanaf 20 graden dat het een kantelpunt komt, dat de vis passiever wordt. Maar normaal gezien in deze tijd van het jaar 17 graden is perfect. De wind zit er mooi op, windkracht 3-4, ja, meer kan je niet wensen. Maar wat me een beetje tegenvalt op dit moment is de waterkleur. De waterkleur, je hebt een doorzicht van ik denk 30-40 centimeter, dat is vrij weinig. Omdat er zo weinig doorzicht is, probeer ik dichter in de kant te gaan. Dat is net buiten de hoofdstroom van de rivieren. En hopelijk is het daar iets helderder, dat daar de vis het kunstaas toch beter ziet. Want snoek en baars is toch een zichtjager. Dus ik heb wel graag een 70-80 centimeter doorzicht. Dat is ideaal. Dus we gaan zien. Ja, oké. Okay. Eerste aanbeet, die komt. Ik denk dat het een baars is, zo te voelen. Of anders een klein snoekie. Maar precies zoals ik gedacht had, we krijgen iets helderder water. Ah, een snoekbaars. Oh, ja, is los. Schiet los. Het was een snoekbaars. Ja, ik zag. Oké, okay, de eerste aanbeet was een feit. Op de Bladebite Chatterbait. Met een trailer.
Dit is het beste stuk al dat we bevist hebben vandaag. Kwestie van helderheid. Jawel. Je voelt dat die aanbeet moet gaan komen, man. Je voelt het, hè? Dus we zitten nu op een soort van plaat. Een plateau waar wel wat planten op staan. Ik merk wel dat er minder planten staan dan normaal, maar de diepte is 2 meter. En de wind staat er mooi op. Eigenlijk ook weer ideaal. Ik zou liever iets meer plantjes hebben. Maar ik zie her en der op de sidescan zie ik wel wat plantenresten. Dus ik heb er toch wel hoop op dat we nu op in een zone zitten waar het mogelijk zou kunnen zijn. Dus het wordt spannend. Ja. Links nog. Ziet er de eerste vis erop. Op de drop by, 22 gram. Dus ik denk de tiende worp met de kleur te wisselen. Ik denk het voelt aan als een snoekje. Ik sta klaar, man. Ik sta klaar. Ik heb de kleine schep met Kevin. Is dat goed? Of is de grote? Ja. Is... denk 70er. Ah, die kan erin, die kan erin. Mooi. Je ziet, ik heb het weer los. Ook weer los. Ah, dat is pech. Dat is pech. Goed, ik ben nu veranderd. Van de chatterbait van 21 gram ga ik naar 14 gram. Om iets ondieper, maar ook iets trager te vissen. Een chatterbait geeft altijd een mooie skirt, zoals je ziet. Je kan hem zo vissen, zonder trailer, zonder extra attractie, zeg maar. Maar de meeste mensen, ook ik, zetten graag een trailer op. In dit geval is het een Bulties curltail van 10 centimeter. Super, werkt super. We hebben nu net 2 beter gehad op 1,7, 1,6 meter waterdiepte. Ik denk dat dit ideaal gaat zijn. Hier staan wel veel planten, hè? Sorry? Hier staan wel veel planten hier terug. Is goed, hè? Ja. Dan was ik achter op zoek, achter een beetje planten en toch een beetje doorzicht in het water. Een mix van de twee. Het voelt aan als een goede zone. Ik vis gelijk een stuk scherper nu. Scheelde pak. Er moet gewoon vis liggen in die windkant, hè? Jawel. Ja, het trekt sowieso al aasvis aan. Die golven al een week op deze kant. Ja, vis, baars. Ja, weer op de gouden drop bite, op de goldrush. En nu een baars, denk ik. Baars, dus dat is soort nummer 3 en hopelijk nu in het net. Alles gezien, ja. Dat deze niet losschiet. Oh, oké. Okay. Baasje, yep. Jeppa. Yes, sir. Mooi van kleur, net 40, denk ik. Kleine rekkers. Mooi. Wel vol erop. De eerste vis is binnen. Yes. Het kon niet blijven duren. Er moest een vis uitkomen. Soortje nummer 3 wel, hè? Ja, we hebben nu 3 aanbeten gehad. Een snoekbaars, een snoek en een baars. Dat is het mooie van dat kleine spul gooien, hè? Je kan echt alles vangen. Dus op de Garmin heb ik hem nu op split screen staan. Dus dit deel is de sidescan. Je moet je voorstellen, dit is de lijn waar de boot is. Dit is de linkerkant, de bodem, alsof je met een zaklamp over de bodem schijnt. Dus je ziet dat er veel rommel op de bodem staat. Rechts ook. Het is hier maar vrij ondiep. Dit is de klassieke downscan. Hier kan je ook zien of er plantjes staan, ja of nee. En in deze heb ik mijn waterkaart zitten. Dus ik heb alles wat onder de 2 meter zit, heb ik rood gekleurd. En alles dat tussen de 2 en de 3 meter zit, heb ik oranje gekleurd. Dus we zitten altijd in de buurt van het taluut, zeg maar. Zo heb ik het meeste informatie van mijn scherm. Die vis zou toch moeten bijten, man, met dit weer? Waarom niet? Die vis zou moeten bijten, man. Ja. Zou volle bak moeten zijn.
Ja, toch wel. Ik voelde eerst... Ah, los. Ik voelde iets. Twee keer pakt niet. Ik voelde een kleine tik. Al en mee. Ik dacht, misschien plant. Het pakt weer. Was een goede vis, hoor. Ik ben nu even aan het kijken op die plaat hier van 1,8 meter. Of dat nog mooie planten zie ofzo, of iets anders op de sidescan. Ik werk heel veel op mijn sidescan. Het zal een mix worden van een goede zone te vinden en dan ook de goede kleur van water te vinden vandaag. En ik heb nog steeds het gevoel dat er gaat gebeuren. Ja. Dus dat is mooi. Dat is de moeite waard om hier dus even een kleine drift over te doen. Dat is aan de rechterkant van de boot. Dat is in ieder geval een mooie structuur, de ondieptes. Hier is het wat ondieper, hè? 1,7 meter. Ja. Ik ben weer met de dropbite aan de slag. Spintail kan je heel gevarieerd binnenvissen. Ik start er meestal gelijk op, gewoon omdat ze zo snel zinken. Dus nu zijn we tussen de planten aan het vissen, geen probleem. Met een paar korte hoekjes gaat het eruit. Ik versnel hem eigenlijk heel de tijd op. Je kan hem eigenlijk op verschillende manieren binnenvissen. Zoals voor roofblij kan je hem heel snel binnenspinnen. Je kan hem helemaal in de oppervlakte vissen als je wil. Maar ik laat hem meestal bij een paar pogingjes zakken. Dropbite weer. Snoek, deze keer. Hey, hoop ik. Ziet er een goede vis uit, Kevin. Ik ben beneden, dus. Ik had net de volger van de snoekbaars. Echt een goede snoek. Je moet blijven gooien, blijven gooien, blijven gooien. Ook op het verste van de worp. Dus gelijk beginnen binnenspinnen. Heel mooi beuken. Ziet er een goede vis uit. Ja, ik heb wel eens een meter zijn. Ja, dat is een meter. Dat is een goede vis, hoor. Ik ga de grote schep uitpakken, man. Je ziet hoe taai dat de dag ook is. Het kan altijd gebeuren. Ja, mooie vis. Mooie, grote vis. Ja. Ah, mooie bak in het heldere water. Super. Je doet je hengel speciaal laag om hem niet te laten springen, ja. Kevin. Denk ik dat dat de bedoeling is. Ja, daarvoor drill ik hem laag, want is al zo diep. Ah, die zit erin, ja. Die zit erin. Die komt yes. En is los. Is gelijk los. Maar een hele mooie vis, hè. Kijk eens hier. Yes. Ja, 1-4 precies. Ik had hem, omdat hij zo zwaar is, groter verwacht. Het is echt een grove vis. En hij is 1,4 meter, maar echt een mooie grove vis. Fantastische vis eigenlijk. Ja. Mooie vangst. Prachtige vis. 1-4 hebben we hem net gemeten. Op de dropbite, klein aasje. Soms grote vis. Het was taai vandaag. Weinig aanbeten, maar deze kan tellen. Maakt heel veel goed. Prachtvis. En volgebouwd. IJzersterk. Ja, heel mooie vangst. Blij mee. Net 1,4 meter gevangen. We zitten hier op 1,7 meter water. Dit was het aasje. Dropbite. 22 gram staat erop. Is een zinken body. Dus dat zink gemaakt en is hol van binnen. En een zware plastic coating zit erop. Groot spinnerblad. Geeft heel veel weerstand, heel veel druk. Eén grote dreg. Net genoeg. Vlijmscherp. Dit aasje loopt zo ondiep, die dropbite, dat je hem echt op meter zonder problemen binnen kan vissen. Dus zowel voor de kantvisser als voor de bootvisser een enorm aantrekkelijk aasje. Dus zoals jullie zien vissen we eigenlijk met klein aas vandaag. En ik weet dat er veel mensen denken van groot aas, grote snoek. Maar zeker de laatste 3-4 jaar, door de vele hengeldruk, heb ik echt heel veel grote snoeken gevangen op klein aas. Ik had vorig jaar op een chatterbait van 40 gram een snoek van 1,21 meter. Dus groot aas, grote snoek, ja, dat kan. Maar ik zeg,
Klein aas, ook grote snoek. En je krijgt in de regel krijg je meer aanbeten. Dus sowieso een leuke manier van vissen. Hier is het water nog helder. Ja, hier wel. Hier zou je nog kans hebben. Het is continu een zoektocht naar de juiste diepte, plantjes en betrekkelijk helder water. Dat is toch wel het verhaal van vandaag. Hè? We hebben een beetje pech met de vissen die lossen vandaag. We moesten alles blijven hangen hebben. Hadden we al een vis of zes. En, heb ik nog niet veel meegemaakt, jong. Zoveel lossers als vandaag. Echt zeldzaam. Pitsers. Elke worp kan het gebeuren. Ja, dat is zo, hè. Ja. Dat is een spirit. Maar die snoek kwam wel van de plantenbedje, hoor. Ja, die kwam wel mooi uit. Op een kale vlakte liggen ze niet, hoor. Ja. Ja, vis. Je ziet het, je weet het nooit, hè. Je weet het echt nooit. Ik zeg net, het is te bruin water en boem. Je vindt het scheppen leuk? Je scheppen, man. Kei mooie beet dit. Ik denk dat het snoekbouw is in dat bruine water. Ja, mooie snoekbouws. Mooie snoekbouws. De beet was er ook naar. Het was echt een super, super harde beet. Yes. Oh, mooie snoekbouws. Yes, yes, yes. Lekker. Op een taaie dag doet dit deugd. Prachtige vis. En ook deze aasje is weer los. Shatterbait met de bilties, curly tail, 10 centimeter. Yes, 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 yes. Oh, mooi. Mooie snoekbaars om te vangen van de tondiepe. Echt prachtige, prachtige vissen zijn dat toch, hè? Er blijft er eentje hangen vandaag. Ja. Dik verdiend. Zo, 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 zo. Leuk. Mooie knal van een aanbeet. Super oplicht materiaal. Top. Oké, de spullen die we gebruiken op dit moment voor deze lichte visserij op snoek, snoekbaars en baars. In dit geval vis ik zelf met de W6 TNC. Dit is eigenlijk een hengel ontworpen voor Texas Carolina style. Maar ik misbruik hem een beetje voor dat lichte visserij. Kan je net zo goed dit soort visserij mee doen. Maar je kan ook met Texas Carolina style vissen. Dat doen we dan meer in de winter. Dus die hengels zijn breed inzetbaar. Het lijntje dat ik erop zitten heb, op de rail, is niet te dun. Dat is onze nieuwe W6-lijn. Onze W6-lijn is een 8-braid. Op een railtje voor lichte visserij zet ik 20 honderdste. Op een rail voor iets zwaardere visserij met kunstaas van 50, 60 gram zet ik 26 honderdste van de W6-lijn. En voor de finesse visserij met kleine shatjes bijvoorbeeld gebruik ik 12 honderdste. Dat is finesse shat, W6 ook, strakke hengel. Dus ik vis er zowel shats, shatterbaits, die dropbites. Het is gewoon echt een hengel met een heel stevige body. De W6 Finesse Shad, voor mij tot 28 gram, is een van de meest functionele hengels die ik bij heb. Als ik die bij heb, ik verticaal ermee, ik gooi er kleine cranks mee. Ja, voor mij, als ik één hengel zou aanraden aan mensen die een W6 willen kopen, zou het deze zijn. Dat meer water, hè, Kevin? Veel hoger, hè? Ja. Dat kan het verschil maken, hè, dat de vis erop komt, hoor. Ik zie hier nog wel geen plantjes, maar dat komt ook omdat het, we zitten wat verder van de planten nog. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn. Oh, man. Oh, zo jammer. Laatste worp. Ik heb extra ver gegooid nu. Ik wil het moment van stoppen even uitstellen. Ik vond het echt een leuke dag eigenlijk. En ondanks dat ik heel weinig gevangen heb, een paar aanbeten gehad, heb ik tot de laatste worp, tot nu toe, heb ik erin geloofd. Het loopt voor geen meter. Vis! Nou, vis!
Echt waar, dit geloof je niet. Dit geloof je niet, hè. Laatste worp. Geef een schep hem, jongen, dat hij niet afgaat. Het is een baars. Dit geloof je niet. Ik vertelde het deze morgen nog, hoeveel keer dat ik het vorig jaar gehad heb. Dat ik dit laatste worp... laatste worp. Ik gooide extra ver. Dat deed het hem. Allee. Dat deed het hem. Een mooie baars. Je ziet het, mensen. Je moet... als werpende visser... ik moet ervan lachen. Als werpende visser moet je blijven volhouden. Je ziet het. Laatste worp. Laatste worp. Laatste. Komt deze rakker er nog even op. Een leuke afsluiter. Maar je ziet het, het was een taaie dag. Maar toch hebben we heel lekker gevist, Kevin. Het was een heel leuke dag. Ja. Echt hard gewerkt. Hard gewerkt. Superleuk. We gaan deze laten zwemmen. Die kwam ook weer op een chatterbait met een bultiesje. Zo mensen, dank je voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer.